Honderden wensballonnen gingen afgelopen vrijdag tegelijk de lucht in, met als doel het blijven geloven in een goede afloop. Het oplaten van de ballonnen is een idee van de Arnhemse Mark. Sinds 2012 laat hij samen met zijn zusje de ballonnen op, nadat zij het verdrietige bericht kregen dat hun moeder kanker had. Eerder dit jaar kregen ze goed nieuws, maar de wensballonnen blijven opgaan.